They did a positive goal. Zo stond het op de website. Ik ben blij dat ik hier weer mag zijn. Ik ben hier een keer eerder geweest, ergens achterin. En natuurlijk is mijn rol vanavond ook al eerder voortreffelijk staat. Door wethouder Geert Roelers waargenomen. Niet waargenomen. Eigenlijk is dit een mooie gelegenheid bij het eerste rusten, 5 jaar. Om nu als burgemeester van de gemeente Koevoorn voor u te staan om wat een aantal dingen te zeggen. Ik vind het een indrukwekkende bijeenkomst. En dat gedenken met een positief doel, doen we natuurlijk omdat het ook in ons gemeentelijk belang is dat wij niet vergeten en de toekomst bewaken voor herhaling. De Jonge Show is terecht niet alleen een opgave voor mensen met een Joodse achtergrond, maar veel breder. Terecht wordt ook in het boekje geciteerd dat citaat van Rabijn Soetendorp, dat niet het gevoel van schuld moet worden versterkt, maar het bewustzijn van verantwoordelijkheid. Ik heb ter voorbereiding van mijn bijdrage vanavond een boek uit de kast gehaald, mijn boekkast gehaald, wat al in de jaren 60 verscheen. In de repetende studie, die 15 jaar heeft geduurd, die nogal wat promotie veroorzaakte toen het eindelijk in 1965 uitkwam, van Dr. Presser. Een boek Ondergang, de vervolging en verdeling van het Nederlands Jodendom, 1940 en tussen 1940 en 1945. Ik heb alleen het eerste deel meegenomen, dat zult u begrijpen, want hier staan twee passages die ik met u wil delen. Eén is de passage, wat mij betreft, waar het boek mee begint. Maar die wel het uitzonderlijke karakter van datgene wat we vandaag herdenken, illustreert. Dit boek behelst de geschiedenis van een moord. Een moord, tevens massamoord op niemand gekende schaal. Met voorbedachte raden en in koele bloeden gepleegd. De moordenaars waren Duitsers, de vermoorden Joden. In Nederland ongeveer 100.000, nog geen 2% overigens van het totaal aantal slachtoffers door deze Duitsers bij hen in Leuzen de Hoerenvragen gemaakt. Hier te landen woonachtige Joden werden in een proces van ontrechting en isolering van vrijwel alles beroofd, weggevoerd. In een wetenschappelijk, systematische, technisch wel haast onberispelijke stijl omgebracht. Stadsbewoners en platlanders, orthodoxen en vrijzinnigen, gezonden en invaliden, ouden en jongen, gezinnen en enkelingen, Nederlanders en vreemdelingen, mannen, vrouwen en kinderen. Zonder overhaasting, wel doordacht, geregistreerd en gereglementeerd. De moordenaars waren niet zelden buten en ongeletterden, maar dikwijls ook gestudeerden en intellectuelen, met een onuitroeibare voorliefde voor literatuur, beeldende kunst en muziek. Velen hunner waren zorgzame huisvaders, geenszins verstoken van debuut. Vrijwel allen vierden hun kerstfeest en hervatten daarna hun arbeid, de moord op ontelbare mannen, vrouwen en kinderen, weerloze mensen, medemensen. Als je dat boek zo leest, ik had het al eens doorgenomen, doorgebladerd, de omvang maakt echt van achter naar voren lezen eigenlijk niet goed mogelijk, maar dan blijft natuurlijk één vraag recht overeind staan. Hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Was het het sluitende karakter van de aanpak? Was het het gevoel, het zal wel meevallen, direct na de inval? En zeker hier, in het grensgebied, ja, we hebben toch zo ongeveer al eeuwenlang met onze Duitse buren samengeleefd. Dus, hoe erg zal het worden? In dit deel 1 staat een citaat van een oefenaar. En dat zegt misschien wel iets over de achtergrond van waaruit de gewilde oefenaar het allemaal aanzag. Waar, ik citeer, waar zou het in een grote stad mogelijk zijn een NSB'er te vinden die tot linker en rechterbuur een Joodse familie had?
en desondanks op behoorlijke manier met zijn dure krachten om te gaan. Waar vond men in Amsterdam een fascist die Joden tegen zeer schappelijke prijs clandestine waren aanbood, met de mededeling dat hij weliswaar van beide partijen was, maar dat hij niets tegen de Joden had? Dat was in augustus. En je ziet daar, dit was in augustus, maar reeds in september 42 gaat het erover. Je zou ook worden heel erg schrikken van de hier en daar in het oosten des lands, vooral Enschede, gehouden rassies. Ik wil hier graag het belang van deze herdenking nogmaals onderstrepen. Het geeft betekenis aan de deportatie en vernietiging, dat niet eens zozeer. Het getal is onmetelijk, niet te bevatten en onvoorstelbaar. Maar dat krijgt wel een gezicht. Het voorlezen van mijn namen, zoals dat zojuist is geweest, illustreert dat heel sterk. Daarnaast zijn er natuurlijk een aantal plaatsen in onze gemeente die aan onze Joodse gemeenschap herinneren. En Yom HaShoah betekent voor mij als burgemeester dan ook de herdenking van alles wat er rond het verdwijnen van de Joodse gemeenschap in de hele gemeente Coevorden is gebeurd. En er zijn dus ook voor mij meerdere plekken in onze gemeente die passen bij Yom HaShoah. Niet alleen hier in Coevorden, maar ook Sleen, Geesbrug, Taal. Daar is zichtbaar dat het met de Joodse inwoners van onze gemeente is gebeurd. In Sleen is in 2010 al een monument opgericht achter de Hervormde Kerk, ter herinnering aan de familie Hesch uit Sleen, die, zoals de vandaag genoemde, niet terugkeren naar de Tweede Wereldoorlog. Tot 1942 had het gezin met twee zonen een manufactuur zijn, de mensen op openstaan. En na een periode van onderduiken werd het gezin in 1944 in Westerbork transport gestuurd. In de Geesbrug is op 2 oktober 2008 een gedenksteen onthuld aan de verlengde Hogeveensvaart bij de Lutherkerk. Daarmee wordt de internering van ruim 200 Joodse mannen in het werkkamp Geesbrug genoemd, een van de 10 Joodse werkkampen in Drenthe. Drenthe was op enig moment, nou ja, een trieste eretitel zou je kunnen zeggen. Ongeveer de enige provincie waar de Joden in Nederland nog bevoort waren. De meeste Joodse mannen die in Geesbrug verbleven, hebben de oorlog niet overleefd. In de nacht van 2 en nu op 3 oktober werden ze via kamp Westerbork naar de Duitse vernietigingskampen afgevoerd. En de dalen hebben natuurlijk aan de Joodse begraafplaats aan de Drift een herinnering aan de kleine Joodse gemeenschap die daar leefde. Omdat voordat hier in 1768 de synagoge werd gesticht, de Joden in dalen de doden begroeven. Een dertiental van de 16 Joodse inwoners van dalen zijn in 1942 weggevoerd en omgebracht. Hun namen staan bij het opschrift op deze begraafplaats, waar de gedenksteen in 1997 is geplaatst.